maar ons stanneke hier. Hoe vond je het niet leuk op het rijden? Jawel. En Mr. René zo hard. Dat is dus helemaal niet waar. Hè? Och, ik heb je wel gehoord tegen uw vrienden. Ze. Oh, René kan zo goed voetballen. René is zo cool. Toch, jij zegt dingen uit je duim. Gij. Zeg, wat vindt die René eigenlijk van Stan? Ik denk dat ze wel ziet zitten. Ze durft het alleen niet toe te geven. Ah, Stan, hoort je dat? Ja, volgens mij moet je nu een move beginnen maken. Kom, dat is niet geestig, oké? Okay? Als je wilt, ik wil het dan een keer vragen, ze. Durf niet, hè. Zeg, misschien is het nu het moment om... Voor wat? Oh, gaat het trouwen? Nee, ze is zwanger. Zwanger? Oh, krijg je een broertje of een zusje? Nee, mannetjes. Het gaat over oma. Ik wist het, dat er iets was. Is ze ziek? Ze gaat toch niet... Ze is naar het buitenland. Gevlucht. Hoezo gevlucht? Waarom zou die vluchten? Oma heeft een brief achtergelaten. Waarin ze vertelt wat er echt gebeurd is met Geert. Maar we weten toch wat er met Geert gebeurd is? Marianne heeft hem neergestoken. Dat blijkt dus niet waar te zijn. Maar misschien moeten jullie die brief zelf eens lezen. Ik heb Geert vermoord. Het spijt me. Vaarwel. Ik snap het niet. Dat kan toch niet? Dat is dikke bullshit. Oma zou zoiets nooit doen. Schatje. Nee, het is Marianne dat Geert heeft vermoord, niet oma. Ja, schatje. Laat haar maar even.